FC Groningen clubicoon Piet Fransen is zondagochtend in Groningen overleden. Piet Fransen speelde bijna zijn hele voetballoopbaan in Groningen. Eerst voor GVAV, daarna bij FC Groningen. Alleen in het seizoen 65-66 speelde hij voor Feyenoord. De middenvelder, geboren en getogen in de Oosterparkwijk, maakte zijn debuut in 1956 bij GVAV. Ook speelde hij 6 interlands. Hij scoorde 74 treffers in Groninger dienst. In 2009 kreeg hij de erepenning van Groningen. Ja, dat is ontzettend tragisch en dat is ook iets wat diep in de club, leeft. Een corrivee als Piet, die gewoon elke wedstrijd nog steeds aanwezig was, die voor de club grote betekenis heeft gehad. Als je dat ontvalt, dan is dat enorm tragisch. Piet Fransen is 79 jaar geworden.